Wie heb je liever? Papa of mama? Wijs me aan. Maar ik ga een serie opnemen met Don. Don gaat trouwen. Welkom dames en heren weer bij een nieuwe video van mij. Vandaag gaat Luciano mijn dag bepalen. We gaan straks twee papiertjes naast elkaar neerleggen. En dan mag hij kiezen wat we vandaag gaan doen. Wat gaan we vandaag doen? Kakatoe. Oké, nou, ik ben benieuwd wat we gaan doen. Zal papa even de papiertjes pakken, dat jij kan kiezen wat we gaan doen? Kakatoe. Ja, dat snap ik. Papa gaat toch twee papiertjes pakken. Hier is jouw. Luciano, we gaan eerst beginnen met fruit of soep. Welke wil je? Die. Nee, je mag er eentje kiezen. Die. Die? Ja. Nou, dan gaan we een snoepje pakken. Ga je mee? Ja. Gaan we een snoepje halen? Ja. Mag ik ook je handje? Ja, kom maar jongen. Kom, Luciano, een handje. Nou, pak er maar iets lekkers. Gelukkig hebben we niet zo heel veel snoep. En hij mag afvragen om die kinderen zo druk zijn. Je mag kiezen wat je wil, Luciano. Wat wil je? Wat wil je? Ja, dat is te snel. Ja, precies hetzelfde. Wat een snoep komt. Wat zeg je dan? Dankjewel papa. Ik heb een hele leuke. Ik heb nog eentje met Samantha. Samantha is nu uit aan het printen. Ik had nog een hele leuke bedacht voor wat hij moet kiezen. Oké. Komt eraan. Heel leuk. Dus hij is echt heel leuk. Ja, heel leuk. Ik vind hem heel leuk. Ik ga er heel goed op. Ik weet niet of jij hem leuk vindt. Ik wist het. Luciano! Luciano, kom eens. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Wie heb je liever? Papa of mama? Wijs me aan. Papa. Wat goed. Voor de video, hè? Voor de video. Ja. Maar, wie zou... Ja, knuffel! Ja, lekker voor je! Die hadden zijn mond eigenlijk niet zien aankomen. Nee, dat had hij wel. Jawel. Hij is een papa's kind. Ja, is die papa's kind. Yeah! Oh, je lijkt zo lekker op. En wat de hel is er met je iets gezicht aan de hand op deze foto? Kijk dan, het lijkt wel een poppetje. Ja, je bent mijn grootste vriend, hè? Ja, schatje. Wat leuk dat die papa zei, hé. Goed, Luciano, high five. Flash. Ja. Wie kies je eerder, Gio of Milana? Milana. Gio altijd verdronken aan Milana. Luciano, Dom of Enzo? Enzo. Nee! Maar weet je, dan komt hij. Hij was op. Enzo was. Zeg maar, wie is hij? Enzo. Zeg maar. Doe maar een visje geven. Maar jij. Luciano wordt vaak opgepast door Enzo natuurlijk, dus ja. En ik ben gewoon lelijk. Je bent te lelijk. Ja, hè? Ja. Myron of mama? Enzo. Don of papa? Mama. Ja, papa. Ja! Die had ik niet verwacht. Oké, mama of Enzo? Mama. Toch wel. Oké, nu mag hij kiezen tussen de rondje in de lambom. Kan niet. Of een rondje op de fiets. Mama, bij je. Oké, Luciano, wij hebben hier een Lamborghini en een driewieler. Welke wil jij gaan rijden? Die. Driewieler? Ja. Ja? Deze niet. Die. Nee, welke wil je? Oké. Hij kiest voor de Lambo. Eerst de Lambo, dan de fiets, de Lambo, de fiets, de Lambo. Zal ik hem pakken? Gaan we samen pakken? Ja. Het wordt een chaos dan. Lamborghini. Lamborghini, nou let's go. Jij mag rijden. Doe je deze? Doe je? Oké. Let's go, gaan we een rondje rijden. Gas erop. Heel dikke, heel dikke. Geef maar gas, Luciano. Gasten. Kijk, mijn nieuwe merch. Hey, ik ga het zo even uitpakken. Volgens mij is het het hoor. Ik weet het niet zeker, maar DHL staat voor de deur, dus dat moet goed komen. Dit is tof. Hier. 640 nieuwe merch. Ja, deze vind ik zelf ook echt oprecht dik. Kijk, check. Die? Hier. Dutch Performante. Dutch Performante. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dikke hoodie, DP. Wie is dit?
Mermanten. De mermanten. Kijk hier, deze zijn wel hard hoor. Hier ook. Hier staan de PK's. 640 horsepower. Hey, deze is dik, hè? Ben je blij mee? Heb je hoodies van? T-shirts heb je ervan? Hey, let's go! Oh, wow, what the fuck? Een modeshowtje. Hoe vinden jullie hem? Hard, hè? Hij is hard. Hij is mooi, hè? Kijk maar eventjes link in de beschrijving. Dan kun je de hoedjes bestellen en de shirtjes bestellen. Ah, ik ben er super blij mee. Hoeveel maat is dit? XS, dat past jou. Oké, dames en heren. Waarschijnlijk. Sommige mensen die weten het al. Maar ik ga een serie opnemen met Dom. Dom. Dit is heftig, jongen. Wow, gaat dit erg? Dit heb ik nog nooit geroken zo, echt. Jezus. Maar dit is voor mij doen echt heel heftig. Ja, maar ik ga een serie opnemen met Dom. Dom gaat trouwen. Dus heel aantrekkelijk scheet. Ja, lekker. Lekker mezelf. Luciano, ik weet dat het jouw dag is, maar we hebben weer een content te maken, bro. We gaan eerst een selectie maken voor welke chick met hem gaat trouwen. Dan gaan we pakken. Chick, vrouw, maakt het niet uit. Dan gaan we vrijgezellenfeest doen. Dan krijgen we de bruiloft. Honeymoon. Vakantie, of tenminste, ze gaan we op huwelijksreis. Dus binnenkort op mijn Instagram ga ik een aanmeldingsformulier vrijgeven. Daar kan je op aanmelden. Ik heb al contact gehad met Lisara, die doet mee. Gabi Blazer, die doet mee. En ik heb er nog een aantal gevraagd. Maar als jij ook wil meedoen en bent 18 plus, dan misschien word jij zijn toekomstige man. Ja. Word jij, wat zeg jij dan weer? Gaan er ook mannen meedoen dan? Dat kan. Dan word jij zijn toekomstige man, zeg jij. Ja, dan word jij zijn toekomstige man. Dat is wel leuk, als er ook gewoon een paar gasten meedoen. Gewoon, ja, dat is gauw. Dit wordt gewoon een serie van 6, 7, 8 afleveringen. Ik ga gewoon trouwen, jongens. Ja. Siet heeft gewoon een trouwerij voor mij geregeld. En alleen omdat we een grapje erop hadden. Ja, maar het leukste is ook dat je ouders ook meedoen. Dus ik ga zeg maar met Manfred ga ik een pak passen met jou. Je moeder gaat met de knappe dame. Of knappe man. Mee een pak of een jurk passen. Wat goed, hè? Dit is echt top. Binnenkort, vergeet mij niet te volgen, vergeet hem niet te volgen, houd het in de gaten. Wie weet, ben jij? Nee. Wie weet, ben jij wel zijn verloofde? Ik heb hier twee tekeningen. Een lekkere boswandeling maken in het mooie zonnetje buiten. Of we gaan naar Kok Experience. Ik die daar. Ik heb nog niets gezegd. Ik ben. Waar gaan we naartoe? Gaan we daar? Hè? Dan gaan we lekker in het bos? Nee, daar. Echt waar? Ja, ik ken Coco. Coco? Nee. Wie is dat, Coco en? Ik heb er 5 gedaan. Heb je daar al 5 keer daarin gedaan? Ja. Gaan we daar gezellig heen? Ja! Nou, trek je jas aan, dan gaan we daarheen. Wat wij ook nog hebben, is de Lamborghini Energy drank. Het is niet gezond voor je, het is zelfs slecht voor je, maar het is zo lekker. Het is gewoon net als een boel. Maar het is lekkerder dan Red Bull. Maar dit is mijn eigen onderneming, zeg maar. En samenwerken met de familie Lamborghini. Super lekker. En je kan het bestellen op de Dus Performante webshop. Wellicht ooit nog in de supermarkten en ergens anders, daar zijn we nu mee bezig. Maar hieronder staat in de beschrijving de link van de webshop. Je kan het gewoon bestellen. Dus ga per treetje. Hey, ga je mee? We zijn er. Waar zijn we dan? Waar zijn we? Bij Kok Experience. We kunnen hier laser gamen, bioscoop, kinderparadijs. Wat wil je nog meer? Maak hem ook wel zelf. Nog een keer doen? Ja! Ik bedoel, buiten halen, laat hem maar. Oh, kijk. Ze gewoon hij met zijn kop op zijn rug. Zag je dat? Oh, ze ging gewoon met zijn rug, Luciano op zijn rug naar boven. Hoe dan? Kijk, wat hun doen, dat mag officieel niet. Doe dit ook niet thuis. Ik zag ze net in één keer omhoog lopen. Je zit nou bij Giovanni op zijn rug. Papa, papa. Oh! Gast, die hoor. Papa. Ja? Kom maar daar toe.
Daar gaan we naartoe? Ja! Oké, kom eraan, man. Ja! Oh, sorry. Hij wordt steeds wijzer, hè? Vond je het een leuke dag vandaag? Nee, ik ging glijden. Ja, ging je glijden? Wat heb je nog meer gedaan? Glijden. Glijden, hè? Heb je snoepjes ook gegeten? Ja, daar. En heb je in de Lamborghini gereden? Ging je rijden, hè? Ik rijd daar. Ja. Ja, kijk, hij kan niet meer blijven stilzitten. Maar kijk, zullen wij even afsluiten en tegen de mensen zeggen... Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Doe maar duim... Duimpje omhoog. Nog eventjes de merch. De webshop staat in de beschrijving van de merch. En wij gaan nu heerlijk eten. Hè? Wat hebben wij op het menu? We hebben vandaag Jamie van Heijen hier. We gaan vandaag oesters eten, kokkieljes, steak tartare, kreef, beef. Heerlijk. Dus zeg maar, dames en heren, ciao!